kijkt naar een gloednieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 31 juli 2015 en het is vandaag het is nu 12:30. Ik sta nu zeg maar voor mijn raam te chillen. En ik ga namelijk nu, ik heb mijn spullen gepakt. En daar. Want ik ga namelijk een weekje lekker ontspannen in Drenthe met mijn familie. Dus dat wordt super chill. En natuurlijk ga ik ook vloggen voor jullie, want ik neem mijn camera mee. En dan kan ik ook op vakantie, dus toch nog wel een beetje werken, heb ik mijn laptop mee. Super chill. En mijn mobiel gaat mee, en mijn koptelefoon. Dit is wat ik mee heb genomen. Mijn laptop, nog wat andere dingen. Dus dit is dan zeg maar mijn handbagage. Deze tas van Dylan en Camilla. Super chill. Valt het jullie ook op? Bij sommige vlogs hou ik echt mijn hand op het geluid. Waar het zeg maar wordt opgenomen. Dus daar moet ik echt rekening mee gaan houden. Dit is trouwens wat ik aan heb. Dit vestje van Cool Cat. Dit zwarte vestje. Deze blouseje. En dan heb ik mijn joggingsbroek. Want ik hou er wel van om lekker comfort te chillen en te zitten in de auto. En mijn slippers zijn van de Primark. En dat is eigenlijk wat ik allemaal wil vertellen. Ik moet ook wel alleen mijn zwembroek even snel inpakken. Maar die ligt beneden. Dus dat moet ik doen. En ik krijg een WhatsAppje. When Jamira. Zo met Joe. En ik ga zo meteen in de auto. Gaan we lekker. Ik heb ook de nieuwe DVD-box van Dani Lowinski. Dus die ga ik kijken. Seizoen 3. En we hebben ook een tv'tje in de auto. Dus ik heb ook mijn oordoppen mee. Ik heb maar eentje die het echt doet. Dus die andere is kapot. Dus we gaan lekker op stap. We gaan lekker op reis. En we gaan lekker in Nederland blijven. Drenthe. En het is wel een heel leuk park. Het is zo'n hoge boom. Een soort van, je moet het eigenlijk zien als een soort van landal. Dus dat wordt super chill. En woensdag komt mijn nichtje. Dus dan zien jullie haar ook weer in de vlog. Ik heb lekker veel vooruitgewerkt tot vrijdag. Of nee, tot donderdag. Dus tot met gisteren. De vlog die jullie gisteren hebben gezien. Heb ik vooruitgewerkt. En deze vlog waarschijnlijk wat later online. Maar ik zal er wel over tweeten. En ik heb wifi in het huisje. Dus ik kan lekker veel uploaden voor jullie. 2 augustus. Die video hebben jullie al lang gezien. Is er een DIY online gekomen van de videomaand. Maar ja, dat ben ik uit alle haastigheid vergeten. Ik dacht, het vlog is leuker. Omdat we vandaag op vakantie gaan. Zomaar chill. Dus ja, ik ga nog heel even verder. En dan spreek ik jullie zo weer als we onderweg zijn. Dus tot zo. Even gestopt bij een benzinestation. Daar, super leuk. Om even de benen te strekken. En we moeten nog een half uurtje rijden in de auto. Super leuk. En kijk hoe mooi het hier is, jongens. Ik zweer, kijk, mijn bomen. Wacht, ik laat het zo wel zien. Echt hoe mooi. En de grond is lekker warm. En iedereen zit me aan te kijken. Nou, niet iedereen hoor, maar twee mannen die net voorbij liepen. Ze zaten me aan te kijken. Wat ik aan het doen was. Dat. En ik heb echt pijn in mijn rug. Dat, ik zit, zeg maar, mijn moeder en mijn zus zit hier, ik zit daar en mijn moeder zit daar. En ik ga nog zo staan. Dat was leuk. Ik ga weer even de auto in. Want wil iemand langs. Dat, en we konden geen DVD kijken. Dus dat was chill. En kijk. Ik ga gewoon zo zitten. Met wat mooi weer op de achtergrond. Dit is je allereerste vlog van de vakantie. En die komt 7 augustus online. Als ik weer terug ben, komt iets online. Ondertussen al Luus natuurlijk zegt van ja, super chill. 14 jaar dus, van mij, ja. Ik ook een keer vervangen. Ik zie je zo weer, dus ja. Zo zit ik dan lekker te chillen met mijn voetjes op de stoel. En het is echt lekker weer buiten. Tot zo. Ja. We zijn in het huisje en het is hier super leuk. Ik heb een kamer voor mezelf. En dat had ik al verteld volgens mij. Ik heb net mijn bed helemaal opgemaakt en we hebben net frietjes op. We zitten letterlijk, kijk, we zitten letterlijk hier. Als je hier uit het raam kijkt, dan zit daar. Daar zit letterlijk, we zijn binnen 1 minuut zijn we bij de snackbar en bij alles. Dus op zich is dat wel chill. En ik heb net mijn bed eens opgemaakt
En nu ga ik mijn kast inruimen. Misschien is dat wel leuk om dat ook te filmen. En dan misschien versnellen of zo. Dus als ik het ga versnellen, dan zien jullie het beeld nu. En als jullie niks verzien of iets anders zien, dan heb ik het niet versneld. Het probleempje is dat ik hier een week lang geen internet heb. Ik heb dus geen wifi hier. En daar wou ik van. Dus ik kan dus, gelukkig heb ik vooruitgewerkt tot donderdag. Dus de donderdag komt er gewoon nog wel een vloggenlijn op 4 uur. En dan ga ik hem vrijdag gewoon lekker later uploaden. Dus dat vind ik ook niet heel erg. En er zit hier een draadje van mijn camera. Dit is eraf. Ik ga deze koffers even opruimen. En ook mijn handbagage even doen. En dan ga ik misschien vanavond of morgen deze vlog editen. Ik heb trouwens de thumbnail heb ik al gemaakt. We waren bij een machinestation. En toen heb ik gewoon een mooie thumbnail gemaakt. Een foto. En toen heb ik een beetje zitten spelen ermee. Kijk, dit is de foto. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dit is de foto. Oh, wacht even jongens. Er gaat iets heel erg mis. Kijk. Kijk, dit is de foto. Kijk, dit was de foto. Toen ging ik er een beetje mee spelen. Toen dacht ik van, is dit niet leuk? Gewoon dag 1. Toen dacht ik, misschien is het leuk dag 1 zomervakantie. Dus dit wordt de thumbnail. Maar die hebben jullie al lang gezien. Dus, even weer gewoon groen zetten. Dus dat. Ik ga lekker even mijn kast uitruimen. Of inruimen. En dan zie ik jullie zo weer. Dus tot zo. Ik ben klaar met mijn kamer. Het ziet er wel heel mooi uit. En alleen één bed is nog niet opgemaakt. Eén kant. Omdat mijn nichtje woensdag bij mij komt slapen. Hier zo in dit kamertje. In deze kamer. Het ziet er zeg maar als volgende uit. Zie, hier heb ik, als je binnenkomt, zie je dit. Dit zijn wat jasjes. Dit is een trui. Dit is een jasje van de Wii die ik ook bij Fashion Chicks aan had. En dit ding, dat is vest. Dan loop ik hierheen. Dan zie je hier mijn bed met mijn hemdje. En dan moet er ook nog een broek bij, maar die zit in de kast. En dan daar mijn knuffel en dan mijn telefoon. En wat dingetjes. Hier heb ik 2 tassen. Met mijn tas die ik misschien mee kan nemen als ik ergens heen ga. En nog een tas. Sorry. Nou, dan ziet zo mijn kast eruit. Zie. Hier heb ik wat kleding. Hier heb ik broeken. Hier heb ik beauty. Geachtig. Hier heb ik zeg maar koekjes. Riem. Koekjes. Een soort van trui. En dan een blouseje. T-shirt. En onderbroek en sokken. En daaronder sokken en een tas. Dus dit is dan mijn kamer. En dan heb ik hierboven heb ik nog een DVD. Mijn laptop, mijn agenda en mijn portemonnee. Dus dat is wel mooi. En ik kan hier gewoon ook misschien een video opnemen. Maar wat voor video weet ik nog niet. Zet ik gewoon mijn camera's hier zo neer. En dan ga ik gewoon zitten. Dus dit is mijn kamer. Voor de komende week. Superleuk. En zoals ik vertelde heb ik dus geen wifi. Maar wel gewoon internet. Dus heel slecht internet hier. Dus ik ben bang. Dat ik het dat ik gewoon een week lang niet appbaar ben of zo. Misschien wel in de stad of zo. Dus dan komt het wel goed. Maar het is niet heel erg. Ik ben met mijn familie en het is wel gezellig hier. Dus, en kijk, in deze kast, die is nog leeg. En deze is dan voor mijn nichtje. Die kan zij dan mooi vullen. Dus dat. Maar daarom vlog ik ook een week vooruit om dit soort, momenten te voorkomen. Dat je gewoon geen internet hebt op een plek. Dus ja, ik ga lekker zo meteen douchen. En misschien gaan we nog het park verkennen. Maar jullie zien het allemaal wel. En ik hoop echt leuk dat het een leuke vlog wordt. Ik ga zo meteen wel vanavond pas heel laat, een uur of 2 of 1, ga ik editen in bed. En dat vind ik super leuk. Dus ik spreek jullie zo weer en ik zie jullie zo weer in de vlog. Het is alweer wat later en ik leg lekker op mijn kamer. Zie, het is nu 7:15. We zijn naar de receptie geweest en om iets te regelen voor wifi, want het wifi doet het hier niet. Zie. En ik baal er wel van, want dat betekent dat ik gewoon een week zonder internet moet. Dus er komt zo meteen een monteur langs, al een kwartier geleden zijn we naar de receptie gegaan, wordt aangebeld, dus de ding staat voor de deur.
Superleuk. Dus de Wii wordt geregeld. Yes. En kan ik weer editen en zo. Dat ga ik zo meteen doen. En dan zie ik jullie zo weer. Want ik ga even kijken hoe die man eruit ziet. Want you never know. Ja, ik ga even naar kijken of, hoe het. Want ik moet er eigenlijk bij zijn. Bij het internet. En dan zie ik jullie zo weer. Dus tot zo. De monteur is alweer weg. En hij heeft gezegd dat het. De wifi gewoon in het hele park niet doet. Dus het ligt niet aan ons huisje. Dus ik heb morgen weer wifi. Of misschien vanavond al. Misschien in de nacht. Maar ja, één dag zonder wifi. Kan ik ook wel. En ik kan gewoon wel bellen en sms'en en zo. Dus dat is wel chill. Maar ik krijg alle WhatsAppjes, Twitterberichtjes en Facebook en dat soort dingen. Krijg ik niet binnen. Dus dat. Ik ga zo meteen heel even... chillen met mijn familie, de vlog editen van vandaag en dan naar buiten staren. Grapje, ik kan niet naar buiten staren. En kijk, dit is mooi, mooi licht. Kijk, had ook helemaal gaan. Kijk, zie ik dit. Dus dat, dus ik ga even zo zitten. Even zo een beetje, dat je wel wat licht ziet. Ik vind deze dekbed, ik weet niet of je het goed ziet, met van die, ja, van die vier streepjes erin. Dat vind ik echt heel erg leuk. Echt van wat hoteldekbed vind ik dit. Dat is wat chill. Het is echt een heel mooi bed. En ik dacht dat het eerst roze was, omdat het gewoon roze overkwam, maar het is gewoon wit. Dus dit is wat chill. En dan hieronder heb ik dan nog gewoon zo'n wit dekbed. Of een laken, zeg maar. Oh shit. Kijk. Een laken. Dus ik ben lekker aan het chillen op mijn telefoon. Het is nu, even kijken. 22. En ik ga dit even de vlog bewerken. Al. En ik denk dat ik dat lekker gewoon op mijn bed doe. Of misschien in de op de keukentafel. Of daar, dat weet ik nog niet. We moeten even kijken. Dus ja, ik sluit nog niet de vlog af natuurlijk. Omdat ik nog niet weet wat we gaan doen. Dus ja, ik spreek jullie zo meteen weer. Tot zo. Hey, er is eindelijk wifi in de kamer, in het huisje. En ik ben nu de vlog van Yvonne aan het kijken. En ik ga nu echt de vlog editen. Het is niet zo'n hele boeiende vlog geworden. Met veel gepraat en veel geklets en whatever. Maar morgen gaan we in ieder geval wel naar Al Assen. Zullen we om daar lekker te gaan winkelen. En een beetje rond te kijken. Want ja. Even meteen slipper goed doen. Ik zit nu op mijn bed te chillen. En ik heb de gordijnen al dicht gedaan. Kijk, in het donker ziet mijn uitzicht er zo uit. Letterlijk niks. Ik ga mijn camera even naar buiten gooien. Zie je dat? Oké, dit gaat weer dicht. Dan heb ik weer last van liggen. En dat wil je ook niet. Dus ik ga mijn laptop lekker pakken. En ga ik even lekker editen. Oeh, dan moet ik wel mijn laptop pakken. Oké, het gaat niet met één hand. Wacht heel even. Zet ik jullie even neer, jongens. Ik weet niet of jullie hem nog zien. Mijn laptop. Dus ik ga lekker editen. En ja, dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Bij de nieuwe vlog, nieuwe dag. Morgen is het al dag 2 van de vakantie. En ik hoop jullie echt dat jullie me goed kunnen zien. Maar ik weet niet. Nou, ik zie jullie morgen. Tot morgen. Doei doei.